Goedemorgen, wij zijn wakker. Dit is zo cute, dit hele keukenritueel. Oh. Oh, je hebt het haakje. Jongens, ik heb het bed weer opgemaakt. Helemaal fris en fruitig. Ik heb dan, weet je, dan heb je nieuwe kussentjes en alles. En dan heb je weer helemaal zin om het mooi bij te houden. En sowieso, als ik er helemaal in zit, kan ik echt gewoon altijd, no matter what, dat ik het bed opmaak. Het is zo fijn. Echt zo lekker fresh. Het ziet er gewoon zo verzorgd uit. Love it. Oh. Alright, outfit of the day. Ik heb vandaag een interview met Janice. En daar heb ik heel erg zin in. Ik denk dat ik deze aantrek. Dat is die bruine jurk. Die heb ik laatst naar een etentje aan. Ik twijfel alleen over de BH. Want ik heb nu, zeg maar, dit is zo'n Skims BH. Die een beetje zo gaat. Maar dit ding is best nog wel open. Misschien moet ik het hierbij houden. En dan lijkt het meer op een hemdje. Die jurk is ietsje te groot. Waardoor die best wel, zeg maar, open valt. Of ik doe zeg maar echt een BH-BH, maar dan zie je dus heel erg mijn boobs als die opgaat. Nee, ik denk dat dit trouwens nu. Nu is het oké, denk ik. Ja. Je kan deze jurk, kan je dus ook als een soort jas dragen. Vind ik eigenlijk ook best wel leuk voor deze zomer. Maar voor nu vind ik het een toffe dress. Mijn spiegel is echt heel goor. Wauw, hier en daar. Ik weet niet waar dat dan ligt. Oh, dat is denk ik... Nee, nou goed. Anyway... ja, dit wordt de look. Ik ga even mijn haar doen en mijn make-up. En dan gaan we richting Schiedam. Ik ga me opmaken en de zon die schijnt echt super veel omhoog aan één kant. En ik ben zo blij met die plissé gordijnen. Echt, ik had niet van, kijk, die zo. En dan is dat ene stukje zon weg, maar niet gewoon dat alle gordijnen gelijk dicht zijn. Ik ben echt, I love it. Van gisteren, maar dan nu uitgeborsteld. Er is een camera daar, dus ik heb extra dik gedaan. Ik heb zeg maar een andere look als ik voor de camera zit, zelf of ergens anders. Ik weet natuurlijk door wie heb ik dat allemaal geleerd, hoe en wat met licht. En dat is echt letterlijk forever zo handig geweest, want voor de camera staan is gewoon mijn leven. Dat is echt best wel awesome trouwens. Hey, dat was echt mijn droom als meisje. Maar voor de camera thuis, maar ook bijvoorbeeld nu, weet je wel, ergens anders. Superleuk. Oké, okay. Anyway. Ik stomen, ik ben er echt blij mee. Het is dat ik deze jurk niet hoef te stomen, anders had ik hem zo gebruikt. Gewoon alleen dan voor het idee. Ik ga even oorbellen in doen, want ik had gisteren die gouden in. En nu wil ik andere in. Yes. Ik denk... deze. Of ga ik ringetjes in doen? Ook leuk. Zoiets. Gewoon van die H&M dingen. De geur die ik vandaag opdoe is... Ange Aurimont, Le Secret Eau de Parfum. Eau de Toilette. Hey Esther! Kijk, gaan we voor dezelfde tas en schoenen doen als gisteren. Is niet echt nodig eigenlijk. Klein tasje voldoende. Oké, okay, Gregor heeft even een kastje voor me gefixt. Ik had zo'n gedoe daar met een kabel die daar scheef zat. Maar dat is nu gefixt. Oké, okay, ik ben ready to go. Oh, I love the aesthetic van mijn kamer. Echt, oh, ik word er zo blij van. Ik heb deze. Deze is ook van Josh, een nieuwe tas. Ik vind het best leuk, die gehaakte boodschappentas trend. Je kan er lekker veel in kwijt. Dus kan ik de camera in kwijt en zo. Maar het is ook gewoon praktisch, want... de bruine jurk. En de witte sneakers. Yes, let's go. Deze spiegel blijft ook leuk. Outfit shorts. Ik ben onderweg naar Schiedam. Nou, althans eerst Simone ophalen. Die gaat met me mee. Die hooikoorts, jongens. Oh, iedereen heeft er last van. I can't. Oh, we rijden ook langs allemaal bloemen. Ik begin gewoon... En ik heb me net helemaal opgemaakt. Weet je wel, met de beauty blender helemaal perfect film, perfect. Bam, allemaal snot uit mijn neus. Oh my god. Hallo. Ik ben Bleed. Ik ben een model en influencer. Een klein teddybeertje. Hond.
Hey, ja. Mazzel, pa. Wij gaan podcast opnemen. Welkom bij de Fucked Up Social Life podcast. We zitten. Kijk. Fucked Up Social Life. Oké, we gaan terug naar Amsterdam rijden. Ik ben thuis, ik kon buiten werken, maar de tafels hebben gehoor van de barbecue, dus tijd voor een sopje. Ach man. Ik heb even lunchje besteld, ik ga zo aan de slag daar. Poef komt aan met bloemen voor mij. Zo lief, zomaar. Zo cute. Oké, ik heb heerlijk in de tuin zitten werken, maar nu heb ik mijn call, want het is 4 uur, dus dat ga ik doen. Och, obla sula formila. Ja. Heel lief, heeft die bloemen voor mij gehad. En kijk nou wat voor groot boeket ook, hè. Even voor scale. Ja. Wat, zomaar. Ja. Zomaar. Ja. Ik vind het alleen nog een opgeteld. Aha. Voor de boot. Alright, wij gaan Mila halen. I know. Of heeft een Sula ballon gekocht, Camille? Sula! Ja, Sula! Daar komt Sula! Oké, Mila ligt op bed en Voef wil zojuist vertellen over. Ja. De koffie? Ik heb vandaag een koffie op. Vertel. Ja, dat was echt insane. Welke? Waar? Locatie? Anne en Max. Anne en Max koffie? Anne en Max. Maar dat komen ze vaak, dat is gewoon de. Ja. En toen was het zo van, ik wil een ijskoffie. Oké, ja die is. En toen, wat wil je daar siroop in? Nee. En toen, wat voor koffie wil je? Toen, oh, wacht. Een soort koffie, bonen, zeg maar. Nee. Toen vroeg ik, oh, heb je meerdere keuzes? En toen, ja, we kunnen gewoon. Het staat niet op de kaart. Oh. Maar ik dacht altijd dat we vorig jaar toch iets met appel of kaneel, of weet ik veel wat. Niet appel, maar kaneel. Kaneel, ja. Ja. Maar ik denk dat ze hem hebben aangepast. Maar we kunnen eigenlijk gewoon alles ijskoffie maken. En toen zei ik, nou, weet je, doe maar gewoon een latte. En toen, oké. En toen dacht ik, oké, nu zijn alle vragen voorbij. Want ja. Ik kan niet nog meer aan. Oké, wil je gewoon ijs en dan? Of wil je het gecrushed hebben? Gecrushed met ijs, ja. Zeker zei. Oh, doe maar dat gecrushed, weet je wel, dat je ijs over hebt op het einde. Ze heeft hem zo erg doorgecrushed dat het een soort foamy froth was. Wat gewoon heel met koud ijs. Was. Nee, dat ijs was ook helemaal gewoon. Weg. Maar het was super koud alsnog. Oké. Okay. Zo lekker en luchtig. Maar was het niet waterig? Nope. Nee. Dus ze had gewoon heel lang de blender aan. Frothy. Ze had heel lang de blender aan. I guess so. Ik heb heel die blender niet gezien. Het was echt gewoon lalalala. En het was super lekker. Maar eigenlijk moeten we het morgen dat even aan. Oké, tot zover de crushed ice frothy die koffie die belangrijk was. Ja, dat was zeker belangrijk. Ja. Ik wil hem ook. Kijk nou naar mijn bloemen. Helemaal blij. Maar, oh, en de lampen hangen recht. Yay. Ja. Je kunt hem zelf steeds een beetje. Beetje draaien. Oh, de tv. De tv is opgehangen met de box eronder. Normaal, ik had zoiets van, maar het moet voor het geluid. Maar als je zo zit, is het niet zo storend of zo. En dan zou je denken, waarom heb je niet hoger? Dan wordt het wel een beetje hoog. Wat wel kan. Dan als zit je de tv wil, te hoog. Wat dan? Kan de tv nog een beetje schuin van boven naar beneden? Zijn? Nee, maar dat vind ik stom. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat hij een beetje zo. Mop. Ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Nou ja, we hebben nog niet gekeken. We moeten eerst even aanzien. Dat is waar. Maar vooralsnog vind ik het nu gewoon. Maar het is vaar, maar hij moet inderdaad niet hoger. En wie lijkt? Ja. Zie je dat hoeveel beter daarachter? Ja, want nu hebben we van onder ook Ja, dat zie je nu echt. En dat hadden we net niet. Hey Simpie, zit je met de blokken te spelen? We hebben Jamaican besteld, Caribbean. Oh, kijk die rice and peas. Ja, een ekkie en saltfish. Ik heb dus veggies en aardappeltjes. Oh, nou, Jamaica. Sandals, kijk dan. Surprise hug. Guys, bij Euphoria is er dus zo'n gast. En ik had er ook al berichtjes over gekregen. En Gregor krijgt er dus ook constant berichtjes over. Dat het precies Gregor is qua stijl. Ik heb er ook geen berichtjes over. Wat zei jij? Nee. Ja, toch dat mensen dat tegen jou zeiden? Oh, jij zei dat mensen. Ja, ik wou het zeggen. Ja, gelijk. Daar. Maar Fez is Voef. Kastel. Voef is geen dealer, maar de Een dealer in love. Ik wist gewoon eigenlijk dat ze geen love. Maar qua stijl, het is Voef. Ik ben hier met de video bezig en ik zie letterlijk. Ik zie deze Mila kleedje voorbij lopen. Het is zo cute. Het staat serieus best leuk, zoals cape. Ja.
Is het nog dat we bij Burnman was van een soort poncho cake ding hadden? Ja, wat was dat ook alweer? Ja, ik had één hele leuke... Jij had een regenjas poncho. Dat was de eerste keer. Wat dat? Zo'n regenjas poncho had jij toch? Die heb ik ook, die ligt nog ergens beneden. Oké. Okay. Waar we ook echt zo'n warme hadden. En dan gingen we zo dansen waar we die stick mee hebben. Ik weet het. Kijk hoe gaan. Hoe? Zo'n stickman. Dan gingen ze wel heel weird dansen. En dan zag je onszelf als stickman. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Dat waren onze onesies die matchten. Nee, nee, nee. Stick. Ik had die poncho. Ik had dat poncho. Alsjeblieft, gaan nu die... Stickman poncho dance. Jongens, we zitten weer huis in Amerika te kijken. Daar gaan we weer. Elke dag. Al day long. Ja. Het is echt weer zo geweldig. It's true. Weet je wat wel echt zakt? Er zijn dus geen rechtstreekse vlucht naar Orlando. Oh mijn god, dat is zo'n lift. Huh. Maar dus je moet altijd met de overstap. Nou hebben we gevonden dat je ook via Londen kan overstappen. Dat is nog ergens wel oké. Okay, want dan heb je... Londen is echt heel kort. Dan ben je 3 kwartier en dan hop, doe je dan de lange vlucht. Maar die terugvlucht is dan echt de hel. Dan heb je de lange vlucht en dan moet je nog Londen terug naar huis. Ja. Dat word je gek. Maar zoveel huizen, jongens. Zoveel mogelijkheden. Het is echt... Oké, guys. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.